vraag aan de eigenaar waar heeft u de pub aangekocht. En dat blijkt steeds een kanaal te zijn waar veelvuldig dan dezelfde problemen optreden. Dan kunnen we dat aangeven, melden bij de NVWA. Dat wordt ook gedaan. Alleen blijkbaar kunnen die partijen toch hun praktijken voortzetten. Omdat na zo'n melding de vervolgstappen voor ons eigenlijk vrij onduidelijk zijn. En in de praktijk blijkt dat die fokkers aan de gang kunnen blijven. Dus ik heb daar naartoe gebeld en ik heb mijn aangifte gedaan. Het is een gesprek ongeveer van een half uur geweest, waarvan ik dus gewoon van het hele begin tot het einde moest vertellen wat er precies was gebeurd en hoe het was gegaan. En daarna heeft zij gezegd, nou, wij gaan in ieder geval hier wat mee doen en wij houden u op de hoogte. En hebben ze dat gedaan? Nee, ik heb helemaal niks meer gehoord. Ik weet van de dierenpolitieagenten, we werken er veel mee samen, die doen stinkend hun best. Alleen, ja, het is een deeltaak voor ze geworden. Dus zij hebben naast hun reguliere politiewerk hebben zij een aantal uur per week waarbij die ze mogen besteden aan dierenpolitiewerk. En dan is de workload wat ze kunnen doen is gewoon veel te groot. Dus ze krijgen het aantal meldingen niet afgewerkt. Is er te weinig capaciteit? Zijn er te weinig handvatten juridisch gezien? Als dat zo is, dan zal dat moeten worden aangepast. Omdat, zoals je zegt, ten alle tijde het dierenwelzijn en de dierengezondheid van de honden waarmee gefokt wordt, voorop moet staan. En als daarvoor aanpassingen wettelijk gezien nodig zijn, dan zal dat moeten.